zijn hier in het Loobikdal, in de gemeente Venray. Venray is een beetje uit de kluiten gewassen plattelandsgemeente. We hebben vooral heel veel buitengebied. We hebben 13 kerkdorpen rondom de kern van Venray liggen. En het is vooral de agrarische sector die heel bepalend is. De Loobik ligt net ten westen van de kern van Venray en vormt daarmee ook een belangrijk overloopgebied voor de bevolking om een rondje te lopen of om te fietsen, te recreëren. Ik zie hier een grote afwisseling in het landschap. Het is een vrij kleinschalig landschap, bestaande uit rietmoerassen, natte graslanden, broekbosjes, elzenbroekbossen, lanen, dus ook landschapselementen. En dat geeft ook gelijk aan dat al die variëteiten die je hier in het landschap hebt, ook een enorme hoge biodiversiteit kunt krijgen. En dat is natuurlijk ook wel een belangrijk issue in deze tijd. Als gemeentes hebben wij natuurlijk ook kernen rondom zo'n beekdal liggen. En bij overvloedige regenval zou het water, in het verleden in ieder geval, in de beek uitmonden. Omdat het riool niet aan kan, vangen wij het op in een bassin en vervolgens gaat het oppervlaktewater in dit geval de beek. Met alle gevolgen van dien. Wat we nu dus doen, is dit soort bassins gaan wij afkoppelen. En daarmee komt de kwaliteit van de beek ten goede. We hebben een aantal beken die aan de kaderrichtlijn water moeten voldoen. Dat is een Europese richtlijn voor chemische en ecologische kwaliteit van het water. En dat houdt eigenlijk in dat er zo min mogelijk verstoringsfactoren van buitenaf invloed moeten uitoefenen op zo'n beek. Achter jou ligt inderdaad zo'n nat grasland waar uiteindelijk ook de bedoeling is dat er weer orchideeën gaan groeien en watersnippen gaan balsen. Misschien wat leuke waterrallen gaan zitten en zo. Dus dat zijn wel de pareltjes waar we het over hebben. Ja. Nou, dit is een wadi. Eigenlijk een opvangbak voor hemelwater. Zodat het water dus niet meer wordt afgevoerd via het riool, maar gewoon in het gebied blijft. We vangen het hier allemaal in een grote bak op en daar kan het ook infiltreren in de bodem. Zodat de grond dus ook niet te droog wordt. Want met alle verharding kan er geen regenwater meer in de grond trekken en wordt het natuurlijk keurig droog. En op deze manier kunnen we het water toch in het gebied houden. Dus dat wordt allemaal opgevangen en dan komt het via die pijpen die je hier ziet, wordt het verzameld en komt het in de wadi terecht. Waarbij het dan langzaam in de grond kan trekken. Nou, dat water dat blijft eerst staan, hè, wordt opgevangen en omdat we een zandige grond hebben, trekt het langzaam gewoon de bodem in. Dus het zakt langzaam gewoon weg, de grond in. Nou, naast het afkoppelen van het riool, zoals we dit noemen, willen wij ook kijken of wij de wijk kunnen gaan ontstenen. Via een plan stenen eruit, planten erin, kunnen we gaan kijken of we ook op kleinere schaal infiltratie van hemelwater mogelijk maken. Daarnaast maakt het ook uit als je veel stenen weghaalt, dat het daardoor in de zomer koeler kan worden. Dat kan zomaar een paar graden schelen, want al die stenen die houden natuurlijk die tropische dagen heel veel warmte vast. We noemen dat hittestress. Dat kan natuurlijk ook stress bij mensen veroorzaken, waardoor ze minder goed slapen enzovoorts. En daarnaast is het goed voor de biodiversiteit. Een steen levert voor de biodiversiteit niks op. Maar een gebied als dit, maar ook een klein tuintje waar weinig stenen zitten en planten zitten, daar kunnen bijen en insecten en vogels kunnen daar hun leefgebiedje vinden. Ik ben heel enthousiast. Ja, het is een fantastisch mooi beekdal geworden. We gaan nu beginnen met het noordelijke deel. Als het er hetzelfde uit komt te zien als dit deel, dan is het zeker een geslaagd project, zonder meer.